Beste kijkers naar deze livestream, we zijn in de Galerie WM op de Elandsgracht in Amsterdam. Daar is een expositie van Michel Tsulz-Krisanowski van kunst die hij 3D-kunst noemt. En dat is voor ons aanleiding om een gesprek te voeren met de mensen die u achter de tafel zit over conceptuele fotografie. Kort gezegd, wat is dat, waar komt het vandaan en waar gaat het heen? En die mensen die achter de tafel zal ik noemen en ik vraag ze om even heel kort aan te geven wie ze zijn en wat ze doen. Eerst Bibi Joan Kahlo. Nou, ik ben Bibi Joan Kahlo en ik ben een kunstenaar uit Amsterdam die veel werkt met het lichaam. En ik probeer daarmee bepaalde ideeën uit de maatschappij zeg maar, te bekritiseren. Oké, dank je. Anna Witkowska. Anna Witkowska, goedenavond. Ik ben autonome fotograaf en filmmaker. Werk en woon in Amsterdam. Ik focus in mijn werk op existentiële thema's. Ik focus op drie elementen, op de tijd, ruimte en het bestaan. En hoe die drie elementen met elkaar in een continue momentum verkeren eigenlijk. Dank je. Roel Zandvoort. Ik ben oprichter en jarenlang een van de directieleden van Fotobureau Hollandse Hoogte geweest. En sinds 6 jaar heb ik een fotogalerie, niet fysiek, maar online. En een van de deelnemers is uiteraard Michel Krisanowski zelf. Die zit in Mexico. Wij zien hem op een scherm op dit moment. Maar ik moet de kijkers erop voorbereiden dat het mogelijk is dat gedurende dit uur Michel, als het beeld niet goed is, overschakelt op een geluidsverbinding. Maar dat merkt u dan vanzelf. Het is niet alles koek en ei met de techniek. Ik ben Gerrit-Jan Wolfensperger en ik mag dit gesprek leiden. Michel, ik heb jou gevraagd om als eerste iets te vertellen over het thema wat vandaag centraal staat. En dat is, wat is nou eigenlijk conceptuele fotografie? Wat is dat? Ja, nou, om te beginnen wilde ik een warme groet brengen aan Anna, Didi, Roel en jij, Gerrit-Jan, naar Mexico. Fijn dat jullie wel bijdragen aan dit forum. Op de tweede plaats wilde ik duidelijk maken dat mijn gedachten zijn bij de mensen in Oekraïne, waar mijn familie van vaderschap vandaan komt. Vanwege de vreselijke oorlog die daar nu woedt. Op de derde plaats antwoord op jouw vraag. Daarvoor moeten we teruggaan naar het jaar 1987. Toen ik student werd aan de kunstacademie Sint-Joos in Breda. En daar werd fotografie gedoseerd als een vorm van toegepaste fotografie. In feite was dat in die tijd de enige vorm van fotografie die bekend was en die bedreven werd. En op een dag in dat jaar kregen wij als studenten de opdracht om naar het Wilhelmina Park te gaan in Breda en daar mensen te fotograferen. Dus zeg maar een documentaire fotografie, een reportage fotografie opdracht. En ik ben toen naar dat park gegaan en ik had geen interesse om op die traditionele manieren te werken. En ben op een bank gaan zitten en ben de benen gaan fotograferen van de mensen die voorbij kwamen. En later heb ik die foto's gepresenteerd aan de docenten. En de foto's uit het Wilhelmina Park waren een stuk of 10 foto's van benen die voorbij kwamen. En zoiets hadden ze nog nooit gezien. En dat werd natuurlijk ook totaal afgewezen, zo van waar slaat dat op en waar gaat dit over, dat kennen ze niet. Maar het karakteriseerde wel aan de ene kant de verwachting die bestond, vanuit het onderwijs, maar ook wel vanuit de maatschappij, dat fotografie was een toegepast vak, was een beroep waarin je dienende was, waar je deed wat de opdracht deed, wat je kon. Terwijl ik als van nature dat helemaal niet zou zitten, doen wat anderen mij opdroegen. En ging gewoon mijn eigen weg.
En daar ligt eigenlijk de kern van conceptuele fotografie ook. Dat je helemaal vanuit jezelf werkt en losstaat van wat anderen zouden willen of wat je zou wensen. Dus het verschil is toegepaste fotografie en conceptuele fotografie. Dank je, Michel. Dat, ja? Wil je nog iets toevoegen? Nee. Oké. Okay. Wat er vervolgens is gebeurd, is natuurlijk dat ik niet op die school wil blijven. En dat hebben ze na een jaar gezegd dat je kan beter in het lekker. En dat was een heel goed advies, want ik had van niks te zoeken, omdat ze puur gericht waren op toegepaste fotografie. Vervolgens kon ik direct. Michel, ik vrees dat nu de beeldverbinding gaat wegvallen. Misschien is het goed dat ik even overpak. Ja. Wat ik Michel concreet hoor zeggen, dat is dat conceptuele fotografie vanuit jezelf. Niet vanuit een opdracht, maar vanuit jezelf. Ik ga dat aan jullie voorleggen. Ik denk dat er meer te zeggen is over de vraag wat conceptuele fotografie precies is. En laat ik eens beginnen bij jou, Anna. Ja. Wat is conceptuele fotografie nou eigenlijk? En is het eigenlijk wel een categorie? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ga ook vanuit mezelf, zeg maar, praten wat voor mij conceptuele fotografie betekent. Michel, we zijn verder gegaan met een verhaal. We zijn verder gegaan, Michel. Luister maar. Anna is nu aan het woord. Voor mij is de conceptuele fotografie, je werkt vanuit, het is een medium, je werkt vanuit een concept. Dus je bedenkt een idee, zoals Michel ook zei, dat komt helemaal vanuit jezelf. En middels diep onderzoek, beeld en tekst kom je tot een samenhangend geheel. En nu is de vraag natuurlijk ook hoe correspondeert het beeld wat je maakt met het concept wat je hebt bedacht. Dus voor mij, hoe sterker die correspondentie tussen die twee, hoe sterker eigenlijk de conceptuele fotografie de uitvoering is. Waar ik ook later met jullie over zou willen hebben, is de urgentie eigenlijk van het wat de conceptuele fotografie. Dat is goed, dat is goed. Ja, wil jij er ook iets over zeggen, Bibi? Joan? Ja, nou ik had natuurlijk al eerder ook genoemd dat voor mij, zeg maar, het woord conceptuele fotografie, dat, ja, dat klinkt voor mij nog steeds alsof er, alsof de fotografie niet bij de kunst hoort. Want ik vind het, nou ja, wat ik al zei, van ja, heb je dan conceptuele sculpturen, conceptuele schilderijen. Dus ja, ik voor mezelf voel ik ook dat ik meer, ja, conceptuele kunst bezig ben dan met fotografie. Dus fotografie kan er onderdeel van zijn, maar ja, je kan allerlei verschillende mediums eigenlijk gebruiken. En ik denk, ja, wat Anna zegt, conceptuele fotografie heeft wel een heel erg onderzoekend karakter, denk ik. En conceptuele fotografie kan zo ver gaan dat de kunst, zeg maar, hetgene is wat je doet en de foto eigenlijk alleen maar een verslaglegging is van wat je hebt gedaan. Nou, dat is de meest extreme het middel, vorm. Ja. Maar dat geeft voor mij wel heel goed weer wat het eigenlijk is. Dus voor mij is het nog niet eens zo van je hebt een concept, maar het is echt, ja, je bent veel meer gefocust op proces. Nou ja, op het hier en nu, op het onderzoek. En je bent veel meer gefocust op het proces ook vaak. Ja, dat is heel duidelijk. Hoe wil jij er nog iets aan toevoegen? Nou ja, ik denk zelf ook van dat met name dat onderzoek en het proces, zal ik zeggen, is ontzettend belangrijk. Ja. En daarin wijkt het af van andere vormen van kunst, bij zo'n spreken. En kijk, of je nou fotografie gebruikt of een ander medium, zal ik zeggen, dat maakt in principe niet uit. Je kan ook tekenen of schilderen of beeld of wat dan ook. Maar het gaat om het feit, kijk, dat vind ik met name in het werk van Michel heel fascinerend, zal ik zeggen, dat je vaak kan zien waarover hij heeft nagedacht en hoe hij dat vervolgens in een vorm heeft gegoten. Ja. En dat fascineert mij in het werk, ook, zeker ook in het oude werk, maar ook, zeker in het nieuwe. Weet je wel, van hoe kom je er in je hemelsnaam bij en hoe
hoe heb je dat dan vervolgens gedaan? Mm-hmm. En dat proces, om te zeggen, vastgelegd in zo'n beeld, dat vind ik fascinerend. Weet je? Daar kan je uren naar kijken, bij wijze van spreken. Even een vraag waarover al iets gezegd werd. Is een conceptueel fotograaf nu een kunstenaar geworden? Nou ja, net zo goed als een documentaire fotograaf een kunstenaar kan zijn. Weet je? Dat verschilt in principe niet veel van elkaar. Ja. Het gaat volgens mij is het in die eye of the beholder, waar ze spreken, of het kunst is of niet. Ik bedoel, iemand als Eva Besnier zegt expliciet in 1955 in een tekst, ik ben geen kunstenaar. En als je nu werk van haar ziet, zou ik zeggen, is het gewoon beeldende kunst. Maar er is tijd geweest dat fotografen per se niet als kunstenaars werden. Het was een autonome uitingsvorm en vooral geen kunst. Nee, Michel, je hoort dit allemaal. Geeft jou dat nog aanleiding om op te reageren? Nee. Ik wil graag reageren, omdat ik denk dat er in principe twee fundamentele richtingen zijn. De ene is de toegepaste fotografie, waar we het eerder over hadden. Die speelt in ons gesprek verder geen rol. En de andere is wat we noemen de autonome fotografie. En de autonome fotografie is dus wat iemand zelf bedenkt. In opdracht werkt, die uitgaat van eigen gedachten en eigen gevoelens. En in die categorie van autonome fotografie is conceptuele fotografie daar één vorm van. Want je hebt ook bijvoorbeeld geanceneerde fotografie, zoals Teun Hoks en Paul de Nooyen hebben gemaakt. Ja. En je hebt ook portretfotografie, die niet toegepast fotografie is, zoals Koos Bleukel nu probeert te doen. Bijvoorbeeld portretten van één persoon met een verschil in tijd naast elkaar te zetten. Een soort sequentiële portretfotografie. Maar conceptuele fotografie is een onderdeel van de autonome fotografie. Maar wat heel karakteristiek is voor geanceneerde fotografie, en daar haak ik in op wat Anna zich afvroeg, waar zijn de grenzen van conceptuele fotografie? Dat is zo dat, je weet allemaal wel wat piketpaaltjes zijn. Dat zijn, wordt in de taal bijvoorbeeld gebruikt, maar ook in gesprekken, in discussies. Dat het een standpunt markeert om de ruimte in een onderhandeling af te maken. Mm-hmm. En dat is iets waar ik ontzettend op tegen ben. Om een discussie te voeren of na te denken over conceptuele fotografie, alsof je piketpaaltjes moet slaan om duidelijk te kijken wat conceptuele fotografie is. Ik denk namelijk dat er voor conceptuele fotografie maar twee piketpaaltjes nodig zijn. De ene is dat het conceptueel is, dus dat het gedacht is vanuit een concept. En het andere is dat het een of andere vorm van fotografie inhoudt. Dus daar kan een tekst bij komen en een video bij komen, maar dat er een aspect van beeldvorming bij is. En dat het enigste is aan piketpaaltjes wat nodig is. Want wil je autonome fotografie, wil je conceptuele fotografie levendig houden en een toekomst bieden, dan moet je natuurlijk geen piketpaaltjes gaan slaan, want dat zijn handbakeningen. Dat dwingt je binnen een bepaald gebied te blijven, terwijl het juist zo'n heerlijke vorm van fotografie is, conceptuele fotografie, dat alles kan, alles mag. Eigenlijk is wat wij doen, staat daar haaks op. Dat is een hele grote waarde die bewaard moet worden. Je hebt dat in andere vormen van beeldende kunst gezien, dat wanneer je te sterk gaat definiëren wat die vorm van kunst is, dan sterft het uit. Een heel goed voorbeeld is Op Aard, waar een van de mensen die zich daar sterk mee bezig heeft, was Vincent Reilly. En die Op Aard, dat werd heel succesvol en heel populair, en vervolgens is het gestorven. Hoor je er nooit meer iets over. En dat wil natuurlijk voorkomen met conceptuele fotografie. Het moet een levendig iets worden, wat inhaakt op de ontwikkeling, ook op technische ontwikkelingen, op manieren waarop mensen visueel beelden ervaren en verwerken.
Leidt dat niet tot de conclusie, Michel, leidt dat niet tot de conclusie die ik ook voorleg aan de mensen in het panel, dat je eigenlijk helemaal niet proberen moet om een hele scherpe omlijsting van het begrip conceptueel. Het is een beschrijving, maar het is niet een soort iets waar een hek omheen staat van dit is wel conceptueel en dat is niet conceptueel. Dus eigenlijk is het onzin om precies te proberen onder woorden te brengen wat het is. Wilt u? Kan mag ik? Ja, maar dat is vrij makkelijk. Het moet een concept hebben en er moet een element van fotografie in zitten. En dat is het. Yep. Meer is het niet. Wat ga je er meer bij bedenken, dan perk je het in. En dan belemmer je ontwikkeling, dan belemmer je de verdere groei van conceptuele fotografie. En we kunnen het hebben erover waarom dat zo belangrijk is. Dat conceptuele fotografie. Vrij moet zijn van dogma's, vrij moet zijn van ongelijke belemmeringen. Wil iemand daar nog op reageren? Jij, Anna? Nou, ik hoor van jou over die twee elementen die de conceptuele fotografie nodig heeft. Dat is dus het concept en het beeld. Of dat ook een filmfragment ertussen zit of een tekst. Dat vind ik heel interessant. Je noemt ook de grenzeloosheid, zeg maar, van het medium. Maar ik heb een vraag, wanneer kan iedereen eigenlijk, ik heb een concept, ik heb een beeld, ben ik dan een conceptueel fotograaf? Dat is dus de vraag die ik aan mijn mede... Die ik ook al probeerde te verwoorden is... Ja, precies. Wanneer is dat wel dan, wanneer ben je de conceptuele kunstenaar en wanneer maar dan niet? Is die vraag zo belangrijk? Dat is nou, mijn want ik vind het soms in de aanbod van nu, wat ik al eerder zei, van heel veel aanbod aan fotografie, vooral op social media, heb je zo'n oervoud met fotografen, met conceptuele kunst, met autonome fotografie. En ik merk soms vaak, dat die concepten niet goed doordacht zijn. En dat, wat voor mij belangrijk is, ik weet niet of je Michel ook daarmee eens bent, dat het concept, dus het onderzoek en het proces, super belangrijk is. Dus dat het niet een foto is en een tekst en een kort fragment film, maar ook een uitgebreid verhaal. En dat wel belangrijk is om echt tot de conclusie te komen, dit is een conceptuele fotografie of conceptuele kunst. Maar iedereen mag natuurlijk onder zijn eigen foto zeggen dat die conceptueel is. Ja, dat mag wel, maar daar is... Wacht even, Michel, ik vraag eerst Bibi Jo nog even om hierop te reageren. Nou, ik vind het woord concept gewoon ingewikkeld of zo. Ik denk, concept, wat... Ja, sommige mensen kunnen dan denken, ik heb een concept. Ja, en dan moet ik zeggen, maar ik vind dat geen concept of geen goed concept. We hebben het ook over het woord idee. Nou ja, dat is ook zeg maar best wel vaag. Dus ja, dat is natuurlijk wel wat Anna zegt. Dat zie ik ook wel, dat mensen... dan zich heel snel dat toe-eigenen. Ja, mij maakt het op zich niet uit. Ik bedoel, als iemand vindt dat hij conceptuele fotografie doet en ik denk nou niet, dan ja, dat mag. Maar het is wel, misschien is het ook een beetje dat mensen het dan doen of zo om interessant te lijken. Misschien is dat wat je probeert te zeggen. Dat je dan denkt, maar je hoeft niet te zeggen dat je conceptueel fotograaf bent. Ik bedoel, als je dat niet doet, is het ook prima. Maar ja, dus het is een beetje dubbel, want ik bedoel, mij maakt het niet uit wat andere mensen doen. Mm. Maar ik zie inderdaad wel wat Anna zegt, dat het, en dat wordt dan een beetje een soort trend of zo, of het wordt interessant om dat te zeggen. En dan ineens doet iedereen dat, en dan denk ik, maar dat is, weet je, er zijn echt zulke interessante conceptuele kunstenaars en fotografen die zo briljant zijn. En dan denk ik, maar dat is echt niet wat jij doet, zeg maar. Jij nog iets, Ron? Ja, je hebt natuurlijk slechte en goede kunst. Het resultaat kan natuurlijk gewoon waardeloos zijn, of juist niet. En dat is aan iedereen om dat te beoordelen. Ik heb nog een andere vraag. We praten over conceptuele fotografie en we zijn het erover eens dat je het enigszins kunt afbaken beschrijvend. Iedereen mag onder zijn foto van zich. Oh, ik heb trouwens, één ding wil ik jullie nog laten zien om de discussie te stimuleren. Ik heb even, na dit alles gehoord te hebben, op internet gekeken wat er staat over conceptuele fotografie. Nou, dat is heel helder. Dat is dit.
geef je kiekjes betekenis door conceptueel. Ja, maar dat is dus precies wat wij net over hadden. Dat het, je hebt een kiekje, je hebt een stukje tekst, misschien een zinnetje. En dan ben je dus wel een conceptueel fotograaf. In mijn ogen niet, ik snap jou. Daar is mijn vraag of zo'n duidelijke afbakening eigenlijk wel mogelijk is. Ja. En op zich de criteria die genoemd zijn. Heb je niet goed gezocht online? Want als je dieper zoekt, kom je tot echte conceptuele fotografie. Conceptuele fotografie, wordt dat ook steeds minder een foto? Wordt steeds meer de foto onderdeel van het concept, meerdere foto's? Of kan het ook nog één foto zijn? Die conceptueel is. Storytelling, je weet wel, verhaal, dat je je idee vertaalt in een heleboel foto's. Maar kan één enkele foto ook nog conceptueel zijn? Op zich wel, maar ik denk dat het toch, we hadden het over onderzoek en het proces, dat het toch ietsje meer nodig is dan maar één foto. Maar dat eindresultaat is steeds minder belangrijk. Hè? Bibi zei dat ook, dat je dat onderzoek, dat proces van maken en hoe kom je tot een bepaalde conclusie. Hè? Want je wil natuurlijk de kijker of een bepaalde stukje herkenning geven of een nieuwe visie van het stukje perceptie wat hij nog niet heeft. Dus dat is dan wel... Ik ga naar een ander punt wat ik jullie wilde voorleggen. Dat is, als we het er nou over eens zijn dat je ongeveer kunt beschrijven wat conceptuele fotografie is. Hoe lang bestaat dat eigenlijk al? Is dat van de laatste jaren? Is er, zoals ik Michel wel eens heb horen zeggen, sprake van een herwaardering op dit moment? Is het er altijd geweest? Daarover graag jullie mening. Wie eerst? Nou, in het op zichzelf is het interessant dat in het eerste boek volgens mij van Michel over zijn conceptuele fotografie, staat een inleiding waarin verwezen wordt naar de allereerste concept van een serie van Brassai. Oh ja. En of het waar is, is dat het allereerste is wat er in de wereld gemaakt is, heb ik geen idee, want wie kan dat beoordelen. Maar die serie stond uit de jaren 30. Is dus nu bijna 100 jaar geleden. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dat klopt, omdat dat natuurlijk een tijd was, ja, 20 jaar 30 zou ik zeggen, dat allerlei dingen zich ontwikkelden, dat ook de kunst ook in de conceptuele zin, hè? Marcel Duchamp en... En ook in Nederland had je die hele stroming, zullen we zeggen, die vond de lab uit de lens, maar bij spreken je moet op een andere manier gaan fotograferen. Dus het kan heel goed zijn dat de eerste keer is dat er zoiets gemaakt werd, in ieder geval wat wij weten. Ik moest denken aan de beroemde foto Le Violon d'Ingres, weet je wel. Dat is toch duidelijk conceptueel, die mevrouw met die dingen op haar rug. Heel belangrijk punt denk ik hier. Wat is eigenlijk in die ontwikkeling? Je zegt het is al heel lang terug te speuren, maar nu is het allemaal veel, veel meer. Wat is de rol van de opleidingen? Van de academies, overigens van de ontelbare opleidingen, wil ik wel eens even zeggen, die er zijn. Maar dat nu even terzijde, dat is een persoonlijke frustratie van mij. Wat is de rol van de academies in die ontwikkeling van, zeg maar, fotografie als wijze van spreken journalistieke fotografie naar het conceptuele, naar de kunstkant? De rol van de academies. Nou, een hele grote rol speelde academie, een fotoacademie of fotoinstituut, noem ik dat dan maar. Want dat zijn inderdaad best veel instanties die opleidingen, fotografieopleidingen bieden. En vanuit mijn ervaring op de fotoacademie, ik ben alumna van de fotoacademie, is het zo dat conceptontwikkeling een hele belangrijke rol in mijn opleiding heeft gekregen. Dus dat was wel echt een enorme nadruk op het concept. En voor mij was het ook natuurlijk als een autonome fotograaf heel belangrijk om vanuit een goed concept, goed doordacht idee te werken. Ja. Dus eigenlijk heb ik ook een soort want ik merk de laatste tijd dus dat er te snel wordt, dat het autonome, wat ik al eerder zei, dat te snel mensen zich autonome kunstenaar of fotograaf noemen, dat er waarschijnlijk wat meer een soort van
een herdefinitie van de autonome kunst, van de conceptuele kunst zou moeten komen eigenlijk. Is er een hiërarchie in die zin dat mensen eigenlijk het hoogst aangeslagen zich voelen als ze autonoom of conceptueel zijn? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat de studenten... Maar vooral dat het dan op het moment dat na het afstuderen, dan ben je een soort, ja, met een stukje... equipment, bagage, ga je op pad op je eigen, zeg maar, carrière, bouw je dan verder op. En ik denk dat daar heel vaak, zeg maar, het verschil tussen kunst en niet-kunst wordt gemaakt. En met de kunst als hoogste... Ja, Basne, die wilde zichzelf geen kunstenaar noemen. Nee. En dat is natuurlijk wel een kunst. Was in die tijd ook niet... Is het niet zo dat op heel veel kunstopleidingen en al heel erg lang vaak de norm heerst van je moet je leraar volgen, bij wijze van spreken, in plaats van je eigen ontwikkeling. Hè, dat je moet hetzelfde gaan doen als waar die professor, zal ik maar zeggen, die je lesgeeft, groot mee geworden. Iets wat je Michel nu juist niet hebt zien. Nee, precies. Ja. En dat is een proces wat volgens mij bij heel veel academisch en al heel lang gewoonte is. Terwijl, als je je daar tegen afzet, dan word je uitgekost en word je er vanaf gegooid, bij zo'n spreken. Terwijl dat vaak de beste kunstenaars worden. Ik bedoel, die verhalen ken je volgens mij ook van heel veel mensen die van het geprobeerd hebben op zijn academie en uiteindelijk weggegaan zijn. Door de fysiek. Succesvol werden met hun eigen idee, hun eigenheid. Ja. Het geldt zelfs voor academische studies, hoor, dit mechanisme. Bibi-John, heb jij er nog wat ja, over ik denk, te zeggen? Ja, wat Roel net zei, ik denk wat heel erg lastig is, is dat als je je eigen pad en idee volgt, dat heeft vaak tijd nodig. Dus als je op zo'n academie zit, dan denken mensen misschien, wat is dit? Dat blijft altijd lastig, denk ik. En ja, dat is misschien zit ook gewoon in de mens, een beetje een soort psychologie, dat je dat mensen toch het makkelijker vinden als het begrijpelijk is. Dus ik denk dat dat wel een rol speelt. Maar ja, en academisch hebben gewoon heel erg toch vaak een soort van eigen visie of een bepaald soort stroming of manier hoe ze dingen benaderen. En daar ben je altijd een soort van onderdeel van. Dus dat dacht ik altijd, ik heb ook de fotoacademie gedaan, maar als ik een andere academie had gedaan, dan... was ik misschien had ik weer andere dingen geleerd, maar dan was ik ook waarschijnlijk binnen een soort van juk weer van die academie, omdat daar een bepaald soort mensen zitten die op een bepaalde manier denken. Dus dat zit er altijd al een beetje in. En ik denk gewoon dat het de kracht is van de persoon zelf. Van je eigen zelf. Dat je gewoon echt je eigen pad volgt. En een academie is gewoon eigenlijk, elke school is alleen maar een middel van wat je kan gebruiken om jezelf te ontwikkelen. Maar ik leer bijvoorbeeld heel veel zelf. Ja. Dus ik heb uiteindelijk wel ook de fotoacademie gedaan. Maar heel veel dingen. Want wij krijgen bijvoorbeeld niet zo heel veel van andere kunstenaars of fotografen. Nou, daar ging ik mezelf helemaal in verdiepen. En daarom ben ik in een soort van mijn eigen pad terechtgekomen wat bij mij past. Maar hoor ik jou nou zeggen dat al die opleidingen eigenlijk een heel uitgesproken eigen signatuur hebben? Zodat je een beetje van tevoren moet kijken, als ik daarheen ga, dan word ik die kant opgeleid. Als ik daarheen ga, word ik die kant opgeleid. Ja, maar dat is eigenlijk wel bij elke opleiding. Want ook als je bijvoorbeeld, ik heb ook psychologie gestudeerd. Ja, psychologie op de UvA of op de VU, of als je het in Leiden studeert of in Utrecht. Mm-hmm. Het is allemaal net ietsje anders, omdat ze een soort beeld hebben van hoe psychologie dan zou moeten zijn. Ja, volkomen lijkt dat het. Dus dat, ik weet niet of je daar ooit, zeg maar... dat zal er altijd zijn, maar ik vind wel dat je altijd, en dat ik had ook één leraar op de fotoacademie, dat is Raymond Goslinga, en nou, ik heb heel veel goede leraar gehad er, leraressen dus niet, maar dat vond ik zo opvallend, dat ik zat heel erg vast in waar ik mee bezig was, en die deed dus, die stimuleerde heel erg van, nee maar, weet je wel, ga maar rommelen of doe wat je zelf wil en niet alles afkappen of zo, weet je wel, van ja, maar dat is niet wat, weet je wel, wat niet past binnen mijn straatje. En dat was zo belangrijk en ik denk dat dat wel belangrijk is als je docent bent op een academie, dat je gewoon een leerling stimuleert in, en coacht in het pad van die persoon. Ja.
Ja, het is heel belangrijk. Ja. Michel, geeft jou dit aanleiding tot een opmerking? De academische en de opleidingen? Nou, kijk, ik spreek dan vanuit mijn eigen ervaring hoe je als conceptueel creatief fotograaf komt tot werk wat aanslaat met het publiek. En dat zit er helemaal niet in de fotografie, dat gebeurt. Dat is het secundaire stadium. Het primaire stadium is dat je weet een context te creëren waarin je als mens je ontwikkelt. En vanuit die ontwikkeling stroomt dat door in je fotografie, waardoor je in je fotografie het meest belangrijke aspect weet te bereiken, namelijk authenticiteit. En authenticiteit kan alleen maar bestaan in fotografie wanneer die context mooi tot ontwikkeling in komt. En wat ik natuurlijk mis in de meeste opleidingen die er zijn, die aan de start gaan, is dat men aandacht schenkt aan die context. En aan die context wordt vrij weinig gedaan, omdat het lijkt buiten de fotografie te bestaan, terwijl het juist de kern ervan is. En conceptuele fotografie heeft als een van de kernwaarden dat het maatschappelijke relevantie heeft. En dat zien we ook bij het werk van Bibi en Anna. Er is in de kern van de projecten die ze doen, is er een maatschappelijke betrokkenheid. Is er een maatschappelijke relevantie. En dat kan ook alleen maar komen vanwege die context waarin iemand zich ontwikkelt. Het komt niet vanuit die fotografie zelf. En recentelijk werd ik gewezen op een website waar het eindexamenwerk van fotoacademische studenten te zien was. En daar ben ik echt heel erg van geschrokken. Want wat ik daar zag was werk van mensen die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Dus die niet vanuit de maatschappelijke betrokkenheid en de maatschappelijke relevantie iets met fotografie doen. Maar die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Elke serie die daar te zien was, ging over die persoon zelf. Eigen projecten. Haast marxisme in die fotografie. Ja. En dat is dan wat mij betreft helemaal geen conceptuele fotografie, wanneer het narcisme is. Dat lijkt dan veel meer naar een geïnstalleerde fotografie. Hm. Waar mensen vanuit hun ego en vanuit hun narcisme beelden scheppen die iets met zichzelf te maken hebben. En dat heeft natuurlijk helemaal geen maatschappelijke relevantie. En ik vind dat we nu in een tijd leven dat juist alle noodzaak ter wereld heeft om te doen, namelijk je talent en je energie en je genialiteit ter beschikking te stellen van een ontwikkeling van de maatschappelijke relevantie. Wij moeten proberen met ons werk mensen te inspireren om meer verantwoordelijkheid te nemen, minder egoïstisch te zijn, et cetera, et cetera. En ik vind het jammer dat op die opleidingen vrij weinig of helemaal maar geen aandacht krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld eens kijken naar de kunstacademische Nederland. Hè. Je hebt de Rietveld en in Arnhem zit een opleiding, et cetera. Wanneer horen we daar eigenlijk ooit iets van? Wanneer lezen we in de krant of zien we op de televisie iets wat uit die scholen komt door die studenten bedacht en gemaakt? Nooit! Ik zie er nooit iets van uitkomen. Dus ze hebben geen enkele relevantie, geen enkele maatschappelijke relevantie. Dat betekent dat ze uitschrijven met zichzelf bezig zijn. En in een tijd dat de mensheid grote bedreigingen heeft, doordat we klimaatverandering zien en we onze levenswijze drastisch moeten gaan veranderen, is het echt onacceptabel om op die manier onderwijs te geven, om mensen op te leiden tot egocentrische. Ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben, Michel. Conceptuele fotografie te introduceren op opleidingen door heel veel aandacht te geven aan contextvorming. Maar Michel, je hebt het nu over de maatschappelijke relevantie. Ik begrijp heel goed wat je daarmee bedoelt. Maar ik denk niet dat je conceptuele fotografie kunt afschermen tot alleen maar die dingen die maatschappelijke relevantie hebben. Wat bijvoorbeeld als iemand schoonheid als hoogste ideaal heeft. Schoonheid. Nou, daar kan je grote maatschappelijke relevantie aan. Ja, maar dat wordt
Ik heb dat zelf ook gedaan, dus bedankt je voor deze suggestie. Mijn project, The Most Beautiful People in the World, dat was een project om te laten zien dat schoonheid het ook in je hart en in je ziel kan bestaan. En heel die serie gaat alleen over mensen die dat hebben en die dan verklaren en laten zien wat dat is, waardoor het begrip schoonheid als een maatschappelijke relevantie getoond werd. Oké. Okay. Michel, ik ga. Zo'n begrip als schoonheid geeft je maatschappelijke relevantie vanuit de context waarin je zelf kiest te leven. Maar ik vind het niet het enige. Ik vind het niet als enig criterium dat je het mag gebruiken voor wanneer fotografie waardevol is en wanneer niet. Maar goed, dat terzijde. Ik wou nog iets anders aan. Ja, door klaar met de klimaatverandering dan. Ja. Als je dat toelaat, als je zo flexibel wil zijn, dan zul je dus grote groepen mensen blijven houden. Die op een manier leven die het einde van de wereld gaat verzorgen. Maar Michel, een kunstenaar, een beeldend kunstenaar, kan toch werk maken dat voornamelijk zich tekent door schoonheid, zonder dat er direct een maatschappelijke relevantie aan hoeft te zitten? Dat is helemaal passé. Dat kunnen we ons niet meer tolereren. Oké, okay, nou dat is duidelijk, Michel. Mag ik even een vragen? Duidelijk punt. Ja, ik vind het echt mooi over de maatschappelijke relevantie wat je zei. Voor mij was het ook direct komt een soort urgentie eigenlijk. Hè? Dat woord urgentie, dat is waarschijnlijk wat je ook misschien bedoelt. Het concept, hè? We hadden over de scholen, opleidingen en onze concepten. Ik denk ook de opleiding die geeft jou een bepaalde. Waarmee je verder je carrière opbouwt. Dus dat wat Bibi ook zei, je neemt het mee en dan ga je gewoon je verder ontwikkelen in dat traject. Maar voor mij is heel belangrijk de urgentie van het concept. Waarom? Wie bepaalt of wat bepaalt of dat een concept, idee urgent is, relevant is om erover te hebben. Dus, de fotograaf? Ja. De fotograaf? Nee. Ja. Ik zit nu in mijn hoofd met een aantal conceptuele mensen die ik niet maatschappelijk relevant vind. Maar dat zal ik jullie besparen. Yes. Waarom? Ik wil nog even naar een ander punt. En dat is... Mag ik nog even iets toevoegen? Ja. Dat is dat wat ik graag zou willen. En dan zou ik ook wel de problemen zijn. Is om een alternatief te creëren voor fotografie onderwijs zoals dat nu bestaat. En dat zou dan niet een school moeten zijn of een academie moeten zijn, maar een laboratorium. Waar mensen komen zonder dat er docenten zijn, zonder dat er leiding is, maar dat men in het laboratorium bij elkaar komt en dat men daar probeert nieuwe vormen van fotografie te vinden, nieuwe projecten te bedenken in een samenspraak met elkaar. Zoals dat ook gaat in de wetenschapwereld. Hè. In de wetenschapwereld hebben ze laboratoria. Precies. Daar doen ze experimenten. Er is een soort gelijkwaardigheid onder de onderzoekers. En samen kunnen ze komen tot gevolgen van dat onderzoek die ten bate zijn van de maatschappij. Ja. En ik denk dat dat met fotografie ook mogelijk is met conceptueel. Ik vind dat heel interessant wat je zegt. In feite wat jij zegt is, naar de academische wereld vertaald, dat je een aantal post-academische opleidingen zou moeten hebben. Want als iemand aan jouw laboratorium is het natuurlijk wel prettig als hij weet waar de sluiter zit en waar je op drukken moet. Post-academisch zou dat moeten zijn. Maar ik denk dat de post-academisch, dat wij in die traject zitten met, ik voel me wel alsof ik een soort laboratorium, mijn eigen laboratorium aan het ontwikkelen ben. Maar ja, het idee na dat de post-academie door een soort... Nou, ik heb heel veel aan de academie gehad eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar dat is dan tot het moment dat je afstudeert en daarna begint het eigenlijk. Dat je gewoon die vrijheid, je, wat ik al zei, je neemt een stukje gereedschap mee.
En vervolgens ga je de wereld in, de grote wereld in. En dan kan je gewoon je verdwalen in allerlei concepten, dingen in je eigen laboratorium. En in samenwerking met andere kunstenaars. Wat ik precies heel erg verrijkend vind. Maar dat, je maar dat zou zo'n laboratorium. Ja, Michel? Ik bedoel die winkel hoor. Want een van de grote voordelen in mijn verleden is geweest dat ik binnen de jaren niet meer naar Academie Sint-Joosten mocht komen van de docenten. En vervolgens heb ik anderhalf jaar op de academie in Sint-Joosten in alle vrijheid kunnen werken. En toen was het partnerstudie. Dus ik heb maar heel weinig invloed gehad van een academische opleiding. En ik denk als je echt 5 jaar op een kunstacademie zit, of op bijvoorbeeld een 4-jaar opleiding, dat je gewoon verpest wordt. En dat het daarna, als je dat afgestudeerd hebt, heel moeilijk wordt om een eigen identiteit te krijgen. Omdat je zo sterk beïnvloed bent door docenten die meestal zelf als seksueel voorbeeld mislukt zijn. En geen inkomen hebben. En daarom, ja, goed. Ja. Zoiets van de werkelijkheid. En dat is echt niet een wapen van die studenten hoor. Ik hoor soms verhalen van studenten die klaar het steen en been over die docenten. Dus kan je het nagaan als je dat een paar jaar aan je broek krijgt, wat dat voor invloed heeft. En hoeveel jaren kan die kost om daar weer los van te komen. Ja. Dus ik denk dat zo'n laboratorium idee wat ik heb, dat niet een post-academische opleiding moet zijn. Omdat je dan de meeste tijd bezig bent om van de last af te komen. Ja, maar anders ben je de meeste tijd bezig om te leren hoe je moet fotograferen. Ik zie zo'n opleiding als wat jij zegt, zie ik meer voor iemand die al kunnen fotograferen en die uit allemaal verschillende academische of opleidingen bij elkaar komen en dan doorgaan. Maar goed, we hoeven hem vandaag niet op te richten. Dus misschien zijn er verschillende methodes, maar ik geloof sterk in dat laboratoriumidee waar juist heel veel ruimte gegeven kan worden aan die contextvorming. Dus dat je kan afvragen, wie ben ik eigenlijk, waar sta ik voor, wat is mijn karakter, hoe zit ik in elkaar, dat is correct. Even nog één vraag op dit punt, ik had het over de academische en de opleidingen. Hoe zit het eigenlijk met al die wedstrijden die er zijn? Helpt dat? Er wordt gelachen achter de tafel. Nee. Dat heb ik nog nooit gedaan. Want waar slaat het op de wedstrijd, weet je wel? Want dan heb je een jury. En in die jury zitten mensen die dan pretenderen te weten wat een goede foto is of een perfecte foto. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Oké, Anna, heb je nog commentaar op het verhaal van Michel nu? Ja, nee. Eigenlijk over de opleiding, dat het gewoon heel individueel is, Michel. En ik ken ook verhalen van medestudenten dat ze dan soms echt zo beschadigd werden door de visie van een docent, dat ze gewoon heel lastig vanaf probeert te komen. Ik ken ook verhalen van mensen die juist naar de fotoacademie of dat hele stukje opleiding echt enorm hebben gebruikt om verrijking van je eigen visie en je eigen perceptie. Ja. Dus dat is dan zit een beetje tussenin, zeg maar. Dus dan zou ik die academies niet helemaal bekritiseren. Die zijn er wel voor iets. Jij nog aanvulling? Wat zei Michel nou op het laatst? Wat zei je op het laatst, Michel? Oh ja. Nou ja, ik denk. Dat het belangrijk is dat je dat het gaat om de ontwikkeling van personen. En dat vind ik eigenlijk, dat vond ik het grappigste toen ik ook de fotoacademie ging doen. Dat ik dacht, hey, voor het eerst een opleiding die niet gaat over je hebt een 8 of je hebt een 9 of je hebt een 10. Het gaat over je ontwikkeling. Cool. En wat ik ook heel erg heb geleerd van de kunst in het algemeen, is dat, kijk, soms vraag ik me ook af, is het nou wel nuttig? Wat Misha ook zei, ik voel me heel erg betrokken ook bij wat er in de wereld gebeurt. En ik vind het, ik worstel er zelf op dit moment heel erg mee dat ik denk, alles wat ik doe, wat daar niet aan die oplossing bijdraagt, waarom doe ik dat eigenlijk? Dus zelfs met mijn kunstwerkers, waarom doe ik dit? Ik moet gaan helpen het probleem op te lossen. Maar ik denk wel dat wat kunst, zeg maar, mij heeft gebracht, is dat ik echt heel heel goed heb leren reflecteren, bekritiseren, ook natuurlijk creatieve oplossingen bedenken. En ik denk dat dat voor ieder mens eigenlijk zo belangrijk zou zijn.
Dat je leert reflecteren, wat gebeurt er in de wereld, wat zie ik om me heen, wat vind ik daarvan en hoe verhoudt me daartoe en wat kan ik daaraan bijdragen? Wat kan ik ermee? Ja. En dat vind ik, ja, dat, soms vind ik het zo zonde dat dat eigenlijk ook op scholen voordat je überhaupt kunst gaat studeren, maar dat onderdeel zou voor mij veel groter mogen zijn. Niet alleen kunst, maar ook dingen als psychologie en filosofie. Ja. En waarom kan je dat niet op de middelbare school krijgen? Zijn we dan zogenaamd nog niet ontwikkeld genoeg daarvoor? Ik denk het niet. Ik denk dat ik toen op die leeftijd ook al met dat soort dingen bezig was. Ja, zeker. Maar het enige wat je krijgt is wiskunde, Frans en Engels. En terwijl ik denk, ik kom nu pas eigenlijk echt tot me goede ontwikkeling waarbij ik echt heel goed kan meedenken in de maatschappij, maar dat had al misschien wel 20 jaar eerder gekund. Er zijn middelbare scholen die wel filosofie geven. Ja. Ja. Het is altijd een beetje dringen in het curriculum van die scholen. Ja, hè? Nee, precies. Ja. Maar je moet meegaan als school in de tijd. En ik denk precies wat Michel zegt, van dat voel ik ook wel een beetje. En het klinkt misschien voor mensen die dan luisteren dat ze denken, jeetje, de wereldverbeteraars of dit of dat. Maar er is echt, ik denk heel veel mensen hebben echt niet door wat voor urgente dingen er nu zijn in de maatschappij. Dus ik ben wel een klein beetje niet zo eens wat hij eerder zei. Maar je kan niet daar niet meer aan denken, zeg maar. Je hebt een verantwoordelijkheid als kunstenaar om daar iets mee, ook als het niet binnen je kunst is, maar dan in je persoonlijke leven. Maar je kan het niet soort van negeren. Dat denk ik wel. Oké. Helemaal mee eens. Dat vermoedde ik al, Michel. Ik heb nog een volgende vraag. En dat is misschien voor het panel een lastige. En Michel moet daar maar even naar luisteren. We hebben nu gepraat over conceptuele kunst, over het concept, over wat daarachter moet liggen aan maatschappelijke urgentie. Hoe oordelen jullie in dat verband over het werk van Michel? We zitten hier niet voor niks in een galerie waar het laatste, nieuwste werk van Michel aan de muur hangt. Ik vind het prachtig, maar ik zei al, ik ga voor de schoonheid. Nee, ik zal niet flauw doen. Maar wat is het concept naar jullie idee achter het werk van Michel? Hij heeft er zelf heel veel over gezegd en gesproken, maar kunnen jullie er iets zinnigs over zeggen? Om te beginnen vind ik, kijk, ik ken natuurlijk al tientallen jaren lang de sequenties die hij in de jaren 70 en 80 heeft gemaakt. En wat ik verrassend vind is dat hij, bij wijze van spreken 50 jaar later, met een totaal ander concept komt, zo te zeggen, die driedimensionaliteit. En hoe fascinerend dat is en wat dat dus toevoegt aan het tweedimensionale wat hij al had. Ja. Aan de ene kant kleur, zou ik zeggen, maar daarnaast ook het feit dat hij met die diepte werkt in dat werk. En dat is verbazingwekkend, zou ik zeggen. Ik bedoel, het is iets wat ik niet kende, zou ik zeggen, wat ik ook niet eerder gezien heb op deze manier. En dat vind ik heel fascinerend. En tegelijkertijd heel mooi. Ik bedoel, het is, als je het hebt over schoonheid. Er zitten een paar juweeltjes tussen, ja. Waarvan ik het zonde vind dat ik het niet thuis heb hangen bij spreken. Maar de vraag is natuurlijk, wat is het concept? Michel zegt ergens zelf dat in het werk wat hij doet, het idee en de uitvoering samenvallen. Dat er geen tijdsverschil is tussen die beiden. En Michel, als ik het verkeerd zeg, moet je het maar zeggen. Wat is het concept bij deze foto's, bij dit werk wat hier hangt? Kan iemand daar iets over zeggen? Ja, je zei het eerder toch al ook over de perceptie. Daar speelt hij heel erg mee. Mm-hmm. En die perceptie zit natuurlijk ook in het moment zelf. Wat hij aan het doen, wat er gebeurt als hij die foto maakt. Dus dat snap ik wel dat hij dat zegt, dat dat tegelijkertijd speelt. Maar ja, voor zover ik weet, nou ja, hij heeft mij er natuurlijk ook al verteld. Dus ik ben niet zo van de blank sheet, maar... Ja, ik denk wel dat hij heel erg bezig is met dat mensen bewust worden van hun perceptie, zeg maar. Mm-hmm. En dat zit volgens mij heel erg sterk in dit werk. Meer nog dan, ik denk, mensen die er oppervlakkig naar kijken, die zouden denken van dat dan heel erg gaat over een soort van techniek of zo. Van, hoe heeft hij dat gedaan?
Maar dat is het niet. Het is echt, en dat grappige is wel dat als je dus, want wij moesten op de fotoacademie dus als opdracht zijn sequenties namaken. En dan als eerstejaarsstudent, dan kijk je nog wel zo alsof het een techniek is. Maar als je dus meer zijn werk en dan zie je dus van, oh ja, het is echt, ja, je moet echt anders kijken. En je krijgt een soort van, hoe noemen we dat, in je brein, zeg maar, een soort van kink in de kabel van, hè? En daar gaat het volgens mij over. Okay. Wat hij probeert te zeggen. Ja, wat hij met dat werk probeert te doen. Andere vraag, en Michel mag daar zometeen ook op antwoorden. We hebben het gehad over de noodzaak van maatschappelijke relevantie, van sociale relevantie. Heeft dit werk ook een maatschappelijke relevantie? En zo ja, waar zit hij? Ik ga nu even een flauwe vraag stellen. Maar... Ja. Nou, voor mij, het werk van Michel heeft ook iets, behalve de perceptie, hoe je naar het beeld kijkt, naar de wereld kijkt, ook een stukje aanwezigheid van de mens in de wereld eigenlijk. Hè? Dus dan... Ik voel de tijd hè, die voorbij gaat. Dus ja, hoe relevant kan het zijn dat je reflecteert op je eigen bestaan? Voor mij is het, voor mijn werk zelf ook. Hè. Dus dat is heel relevant en urgent. Hoe zijn wij als mens? Dus dat kan je misschien, dat is misschien ver gezocht naar een maatschappelijke ingrediënt. Ik vraag het zo werk, ook aan Michel zelf. Eigenlijk de urgentie waarom hij dat doet. Ik denk dat dat gewoon vanuit ergens een soort inner drive komt om bepaalde dingen neer te zetten. Om te kijken naar de wereld om ons heen. Om ons een andere stukje perceptie geven. Tool geven waar die wij niet kennen nog. En dat is juist het mooie. Wat ik me dan wel afvraag, Michel. Zou je bijvoorbeeld, ik zie ook een film. Gewoon bewegend beeld vormen, want dat is een stukje 3D. Dat is een hele mooie ontwikkeling van jouw eerste sequenties die wij moesten nadoen. maar film, voor mij bewegend beeld, is een soort van de volgende stap eigenlijk, die je niet kan, ja. Michel, wat vind je daar zelf van? Wat ik in het verleden ook al heb gedaan. Ik zal het zeker doen, maar voorlopig, wat ik in mijn context voel en wil communiceren met de fotografie, maar dan in die drie-dimensionale vorm. Wat ik daar ook over wil zeggen, in verband met die maatschappelijke relevantie. Precies. Is dat wanneer het volle maan is en die komt net boven de horizon uit, dan zien we die volle maan als heel groot. Dus een heel omvangrijk object aan het heelal. Maar als je dan een paar uur later kijkt, wanneer de maan vrijwel boven je staat, dan is die heel klein. En dat is een fenomeen in perceptie, wat wij als mensen hebben. Dat wanneer de maan dicht bij de horizon staat, dan staat die in relatie tot een ander object, een kerktoren of een boom of wat daar ook maar in de buurt is. En daardoor lijkt die heel groot. En wanneer die boven in het heelal staat, dan is die onrelateerbaar en wordt die juist heel klein. En dat verschijnsel, dat fascineert me heel sterk, omdat dat te maken heeft met metafoor en paradox. Maar Michel breekt toch even in. Is dat maatschappelijke relevantie wat je nou beschrijft? Ik breek toch nog even door op die vraag. Ik kom nu tot mensen en dat is dat de mensheid in zijn algemeenheid die moet van gedachten gaan veranderen hoe men belieft. Omdat het zoals we het nu doen, kunnen we niet doen. Komen we het einde van deel te doen. Ze moeten allemaal persoonlijk gaan beslissen om andere manieren te gaan leven. En dat betekent dat er iets in het denken moet veranderen. En dat kan alleen maar wanneer je mensen uit hun traditionele patronen van denken haalt. En dat is wat deze drie-dimensionale sequenties doen. Het laat mensen gymnastiek doen met hun
Ja. En ik hoop dan dat ze door die schok van hé, de maan kan groot zijn en de maan kan klein zijn. Ik kan dat transplanteren op hun eigen leefsituatie. Van ik kan ook met minder toe dan met meer. Bijvoorbeeld. Dat is een helder antwoord, dat Michel. Van het werk, daarom maak ik dat. Vind ik een helder antwoord. Zeg maar, psychologisch te beïnvloeden op andere manieren in het algemeen te gaan denken. Helder. Ik heb nog één vraag. Oh, heb jij commentaar? Nee, ik nog één vraag. Mooi, en dat komt een beetje voort uit eerdere mailwisselingen tussen Michel en mij. Dat is namelijk de vraag hoe zich dit nu verder gaat ontwikkelen. Wat is de toekomst van conceptuele fotografie? Gaat dat steeds verder? Michel heeft mij wel eens gemaild dat we naar driedimensionale kunst gaan overal. Kunnen jullie daar iets over zeggen? De toekomst? Ja, de toekomst van de fotografie. Ja, dat wat ik merk de laatste tijd ook voor mij in mijn eigen werk. Fotografie niet meer alleen fotografie is. Dat het gewoon ook installaties, film, alles eromheen. Dat is een soort vol pakket van de belevenis eigenlijk. Nou ja, plus dat onderzoek, een traject, de toekomst. Ja. Denk je, die installatie is een mooi voorbeeld. Dat zie ik de laatste tijd ook steeds vaker. Is dat de toekomst? Dat je dus niet meer een beeld in een plat vlak hebt, maar het wordt driedimensioneel. Het wordt zelfs een installatie, soms een soort mobiel, weet je wel. Ja, dat is al, zeg maar, gaande. Dat is nu gaande, dus gaan, ja. Wat vond jij daarvan, de toekomst? Ja, ik denk voor mij is het een beetje persoonlijk gekleurd. Omdat wat ik al eerder zei, dat ik me op dit moment heel bewust ben van wat er om mij heen gebeurt. En ik ben op dit moment juist heel erg geïnteresseerd om eigenlijk helemaal niks van mediums. Kijk, ik zie hier daar al die snoeren daar zo. Ja. Dat is allemaal energie en elektriciteit. Kan je ook misschien dingen maken die niet schadelijk zijn of die meer verbinding tussen mensen creëren? Ik heb nu bijvoorbeeld een video gemaakt, maar mensen kijken dan naar een video. Ik zou het fijner vinden als mensen eigenlijk zelf dingen ervaren. Maar dat is voor mij heel persoonlijk. Dus ik zie al die hele ontwikkeling naar dat digitale waar jij het net over had met die NFT's. En dan denk ik echt, nou, dat voor mij hoeft dat niet, zeg maar. Nee. Maar ja, dat zal waarschijnlijk wel ook onderdeel van de toekomst zijn. Het heeft invloed zijn. Op jouw werk. Ja, maar niet op mijn toekomst. Maar ik zie wel dat... Er zullen mensen zijn die daar meer geïnteresseerd in raken en daar meer mee gaan doen. Maar ja, digitaler is niet altijd beter, weet je. Digitaal is ook afstand. Roel, heb jij nog een gedachte over de toekomst van de fotografie in het algemeen of de conceptuele in het bijzonder? Ja, het is je vak per slotverrekening. Ja, ik denk dat je dat moeilijk kan voorspellen. Ja. Wie heeft er 100 jaar geleden gedacht over dat wat er in die tussentijd allemaal mogelijk werd? Ik denk dat alles wat er aan mogelijkheden zijn, zeg maar, elke keer weer door kunstenaars verkend worden, dat maakt het fascinerend. Zeg maar. En daarin ben ik het ook niet mee eens. Met Michel, er zijn natuurlijk kunstenaars, zal ik zeggen, die wel hartstikke relevant bezig zijn op dit moment. Hè, met dingen die maatschappelijk belangrijk zijn en die je van tevoren nooit hebt kunnen bedenken dat het mogelijk is. Dat je fietspaden maakt die je fietsen rozengaarden overheen rijden. Dat soort dingen. Dat verandert uiteindelijk. En dat maakt techniek, maakt dingen mogelijk, zal ik maar zeggen. En die kan je toepassen in kunstprojecten of maatschappelijke projecten of noem maar op, bij zo'n spreken. Het is verdomd lastig om te bedenken van wat er over 20 jaar kan. Michel, ik haalde jou 2 keer aan uit het mailverkeer dat wij gehad hebben. Kan jij nog iets zeggen over hoe je de toekomst van de conceptuele fotografie ziet? En dan gaan we daarmee afsluiten. Na wat ik hierover zeg, had ik nog een vraagje. Ik denk dat zolang er mensen zijn die een context weten te creëren, waarin ze vrijer creatief kunnen zijn, dus dat de maatschappij dat ook tolereert, dat die mensen kunnen leven en kunnen bestaan en kunnen werken zoals ze dat vanuit hun context nodig hebben, zal er progressie blijven in niet alleen in conceptuele fotografie, maar over de hele breedte van de maatschappij. Dat wordt bedreigd. Het is bijvoorbeeld in Nederland meer en meer moeilijk om als
andere vormen van kunst en wetenschap blijven floreren. Mijn vraag is aan Roel en aan Anna en aan Bibi of we niet even een applaus moeten geven voor onze fantastische moderator Jan Rotsen. Hoeft niet hoor. Zeker. En voor de gastvrijheid van Galerie WM, Paul Schouwblin en Sebastian Rimson. Met veel dank van ons allen. Ja. Nou, laat ik. Ik sluit me daar van harte bij aan. Dank ook aan jou, Michel, voor je deelname aan. Ja, conclusie is dat wij nog steeds niet precies weten wat conceptuele fotografie is. Maar we hebben er wel over we zijn wel wijzer, zoals het heet, maar op een hoger niveau. Hè? Even onduidelijk. Goed. Dank voor jullie inbreng. Dank voor Michel. En dank uiteraard aan Galerie WM voor alles wat jullie hebben gedaan. Bedankt.